Iedereen weet dat staatssecretaris Halbe Zijlstra verregaande maatregelen wil invoeren in het hoger onderwijs. Wat de impact is van deze maatregelen is echter tot nu toe onbekend. Daarom heeft het Interstedelijk Studentenoverleg een onderzoek uitgevoerd hiernaar. Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de studenten door de nieuwe regels van Halbe negatief wordt beïnvloed in hun studiekeuze. Ik ga vandaag de beta-studenten ondervragen over wat zij hiervan vinden. Gehoord dat Halbe Zijlstra de studiefinanciering in de master wil gaan afschaffen? Nee, dat heb ik niet gehoord. Ja, ik weet wel dat er heel veel omtrent dat soort dingen is, maar dit heb ik niet gehoord. Nee. Nou, ik heb eigenlijk helemaal niks met politiek, dus ik weet wel dat het, ja, dat de minister is. Maar ik zou het niet kunnen beschrijven. Ik vind best dat de studiedruk, of dat er in ieder geval wat strenger mag worden opgetreden, maar sommige regels ben ik het denk ik niet mee eens. Ze geven ook geen terecht beeld van hoe de studentenwereld in elkaar zit. Bijvoorbeeld dat er wat betreft langstudeerders boete geen rekening wordt gehouden met studentenbestuurders. Want jij zit in een bestuur? Ik heb een bestuursjaar gedaan, ja. Zou je dat ook hebben gedaan met de huidige maatregelen erbij? Als dat bestuursjaar had betekend dat ik een boete van 3000 euro had moeten gaan betalen, dan niet, nee. Hebben jullie moeite met het vinden van mensen voor commissies? Voor commissies niet zozeer, want daar ben je niet zo heel erg veel tijd aan kwijt. En mensen worden toch wel actief geprikkeld om commissiewerk te gaan doen, dus dat gaat op zich wel goed. En was het wel moeilijk om een bestuur te vormen? Nou, dat viel afgelopen jaar ook nog wel mee, maar je merkt wel dat mensen daar veel langer over nadenken en meer overwegen of ze wel die tijd daarin willen steken. Ja, om al op kamers te gaan als het misschien niet bevalt, vond ik niet zo heel handig. Want ze willen namelijk ook de OV-chipkaarten, die krijg je minder lang. Ja, dan zal ik toch maar op kamers moeten denken, anders wordt het wel een heel duur grapje. Je kunt in principe geld lenen, dacht ik, en dat kun je dan allemaal wel op lange termijn terugbetalen. En meestal als je een masterdiploma hebt, krijg je wel een fatsoenlijk salaris om zoiets terug te kunnen betalen. En als het toch over 15 of 20 jaar uitgespreid wordt, dan merk je dat eigenlijk nauwelijks per maand. Dus op zich is het niet zo'n heel grote ramp, denk ik. Het is natuurlijk altijd relaxer als je zomaar geld krijgt van Den Haag. Maar als ze het afschaffen, dan denk ik dat de meeste mensen het toch wel overleven.